Afgelopen week kwam de Rabobank met een rapport waarin staat dat Nederlanders over het algemeen weinig of te weinig sparen. Als je zelfs gaat kijken, ruim een derde van de 20 tot 45-jarigen heeft minder dan 3000 euro spaargeld. Omdat deze leeftijdsgroep ook de grootste groep is van mijn kijkers, dacht ik dat het een goed idee is om dit rapport te gaan bekijken en wat tips mee te geven. Dus laten we beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en natuurlijk passief inkomen. En in deze video gaan we praten over het rapport van de Rabobank. Uit het onderzoek kwamen verschillende bevindingen naar voren die ik graag wil analyseren met jou en die ik dan wil bekijken en ook tips daarbij wil geven. Dus laten we snel beginnen met de eerste dingen die naar voren kwamen. Ten eerste moeten we kijken dat het onderzoek is gedaan onder iets meer dan 1000 mensen. Dus het is een behoorlijk representatief onderzoek, zou ik zeggen. Het is geen kleine groep, maar het is best wel een groot gedeelte. En daarom zijn de bevindingen hieruit dus denk ik ook wel betrouwbaar om daarop door te gaan. En zoals de titel deed vermoeden, dat is eigenlijk de grote uitkomst van dit onderzoek, is dat een groot gedeelte, iets meer dan een derde van de mensen tussen 25 en 45 jaar oud, minder dan 3000 euro spaargeld heeft. Dat zie je ook terug in deze grafiek. En dan zie je gewoon meteen dat de grootste groep minder dan 3000 euro heeft. En naderhand, dan groeit het wel een beetje. Het heeft vooral ook te maken met de leeftijd van de mensen, komt uit dit onderzoek naar voren. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat er minder dan 3000 euro spaargeld hebben, de meeste mensen in ieder geval. 3000 euro is gewoon heel erg weinig geld om op je spaarrekening te hebben staan, om als buffer of achter de hand te hebben, zeg maar. NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, die raadt aan dat wanneer je alleenstaand bent, je 3400 euro achter de hand hebt op een spaarrekening. Of als je een gezin bent, een huishouden met twee kinderen, dan loopt dit op naar 5200 euro aan minimum spaargeld dat je moet aanhouden. Zelf zeg ik altijd dat je minstens 1000 euro of 1 maand aan kosten, als je meer kosten in de maand maakt, dat je dat apart zet. Dat je daarna schulden gaat aflossen. En wanneer je schuldenvrij bent, behalve je hypotheek, dat je in ieder geval dan je spaargeld of je buffer uit gaat breiden na 3 tot 6 maanden aan onkosten die je maakt. Dus stel je bent 1500 euro in de maand kwijt aan vaste lasten. En je wil 6 maanden vooruit kunnen, dan moet je 9000 euro op je spaarrekening hebben staan. Nou is dit gewoon een beetje ongeschreven regel, maar wel een vuistregel waar je eigen aan vast kunt houden. En dat heeft ook een bepaald aantal voordelen om een buffer te hebben van zeg maar 6 maanden. Ten eerste geeft het je gewoon rust als je weet dat je spaargeld achter de hand hebt. Je bent daarnaast voorbereid op dingen in de toekomst die kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld dat er iets kapot gaat in je huis, een wasmachine, een vaatwasser, een tv. Of dat je misschien je baan kwijtraakt. En op het moment dat zoiets gebeurt, zorgt het er ook nog voor dat je betere beslissingen kunt nemen. Omdat je niet onder tijdsdruk staat. Ja, wanneer je weinig geld hebt, wil je misschien snel beslissingen nemen die niet altijd de beste zijn. En wanneer je nou een uitgebreide buffer hebt van 6 maanden, zorgt dat in ieder geval voor dat je rustig na kunt denken. Misschien doe je er een maand over om een beslissing te nemen. Maar dan is die beslissing die je neemt waarschijnlijk wel veel beter dan dat je binnen een dag moet nemen. Dus er zijn allemaal redenen om in ieder geval een buffer op te bouwen. En ook hoger dan dat de NIBUD eigenlijk aanraadt. Maar mocht je nou van het NIBUD kijken, die hebben een eigen berekening op de website staan. Dan kun je hem zelf invullen op je eigen situatie. En dan krijg je een bedrag te zien wat zij jou aanbevelen, zeg maar, om als buffer te gebruiken. Dus dat is ook zeker een tip om even te gaan kijken. Nou hebben ze in dit onderzoek ook de ondervraagden gevraagd waarom ze dan zo weinig sparen als ze überhaupt al sparen. Er waren een paar voorbeelden die je als antwoord aan kon geven of dat van jou van toepassing was. En de uitkomsten zijn ook wel best overtuigend, moet ik zeggen. Zo kun je zien dat het meest genoemde was dat ze niet konden sparen door de hoge vaste lasten. En ze konden daar dus niet op besparen. Ik neem aan dat dit te maken heeft met een hypotheek, misschien een auto die geleased is. Misschien nog wel andere dingen die je op afbetaling doet, bijvoorbeeld. En het eerste waar ik dan op dat moment aan denk is, leven mensen niet boven zijn standaard? Als je 2000 euro netto in de maand overhoudt, of verdient, zo moet ik zeggen, is het dan heel gek als je 1900 euro aan vaste lasten hebt, dat je eigenlijk nog maar 100 euro over hebt om te sparen of om leuke dingen mee te doen? Nou, als je op die manier je inkomen indeelt, of verdeelt eigenlijk, dan vraag je ervoor gewoon om eigenlijk in een situatie terecht te komen waarin je niet kunt sparen. Dus dat is mijn eerste gedachte bij deze uitkomst. Een tweede veelgenoemde antwoord met 31% is dat ze onvoldoende inkomen hebben.
En dan weet ik natuurlijk niet of dit tijdelijk is, dat er een situatie veranderd is de laatste tijd. Misschien een baan verloren of noem het allemaal maar op. Maar dan zou het natuurlijk kunnen dat je op dit moment niet zoveel kunt sparen. Maar is er nou iets wat al langer speelt, dan denk ik dat het wederom te maken heeft dat je te veel vaste lasten hebt. Dat je leeft boven je standaard eigenlijk en dat je die aan zou moeten passen, lijkt mij. Een derde veelgegeven antwoord met 29% is dat ze op dit moment extra uitgaven hadden. Dit kon zijn voor een nieuw huis of bijvoorbeeld een huwelijk. Nou denk ik dat je aan allebei die twee dingen niet moet beginnen wanneer je niet genoeg financiële buffer hebt eigenlijk. Zeker zoiets als een huwelijk of een bruiloft, dat wil je niet doen om daar al je geld doorheen te blazen. En ook met een huis zou je misschien nog wel al je geld willen investeren in je nieuwe huis. Maar dan kom je wel in een situatie terecht dat mocht je op dat moment je baan verliezen, je direct eigenlijk een groot probleem hebt en je misschien wel weer je huis moet verkopen. Dus kijk ook als je een nieuw huis wilt kopen dat je altijd voldoende buffer overhoudt. En als laatste hadden we dan het antwoord met 23% werd dat gegeven dat ze op dit moment andere prioriteiten hebben. Dit vond ik wel ten eerste opvallende en ook wel schokkende antwoord eigenlijk, omdat het met 23% gegeven werd, zeg maar. Dat wil zeggen dat 1 op de 4 mensen dus andere prioriteiten heeft. Ze willen op dit moment hun inkomen, zeg maar, of een deel daarvan niet opofferen voor de toekomst, maar ze willen het liever op dit moment uitgeven. Waarom zou dit kunnen zijn? Nou, ik denk dan dat je misschien kijkt naar wat de mensen om je heen doen, dat die vaak op vakantie gaan, dat jij die levensstandaard ook wil aanhouden en dat het daarom voor jou belangrijk is om telkens maar het nieuwste van het nieuwste te kopen, om ook maar mee te kunnen doen met de rest. Terwijl je eigenlijk helemaal niet bezig bent met de toekomst en juist die toekomst zo belangrijk is. Ik denk dan ook altijd dat andere prioriteiten, die zijn er altijd, maar een prioriteit is altijd dat je moet denken aan je toekomst. En daarom vond ik dit wel een heel opvallend antwoord, dat het juist zo vaak genoemd werd. Want mensen beseffen het wel, maar die willen dus gewoon op dit moment zijn geld uitgeven. Eigenlijk alles wat je dus verdient willen ze zo snel mogelijk opmaken. Krijg je wat extra geld erbij door een loonsverhoging, voor de zin is er wel weer een andere manier om het uit te geven. Dat lijkt me dus een kwalijke zaak en ook jammer dat het zo vaak als antwoord gegeven wordt. Daarnaast haalt de Rabobank nog aan dat mensen weinig sparen door de lage rente. Nou zou ik zeggen, ja natuurlijk, we hebben dit moment een heel lage rente, maar een rente mag eigenlijk nooit van invloed zijn op je spaargedrag. Dit klinkt misschien echt heel erg raar, omdat je juist het rentestand heel erg belangrijk kunt vinden wanneer je geld wegzet bij de bank. Maar wat ik hiermee wil zeggen is, je spaarrekening gebruik je niet om geld te verdienen. Die gebruik je om een buffer te bouwen en te zorgen ervoor dat je eigenlijk altijd snel bij je geld kunt. Daar is een spaarrekening voor. De rentepercentage, of dat nou 0,1% is of 1%, dat maakt niet uit. Het gaat er puur om dat je geld achter de hand hebt, dat wanneer het nodig is, dat je gewoon dezelfde dag nog bij je geld kunt om iets op te lossen of iets te kopen of geld te halen om je vaste lasten te betalen. En wanneer je nou echt geld wilt verdienen met je spaargeld eigenlijk, dan moet je zorgen dat hetgene wat niet binnen je buffer valt, dus meer dan 6 maanden, als je meer dan 6 maanden wilt sparen, dat ga je beleggen en daarop wil je juist wel geld verdienen. Maar zoals gezegd, een rentestand is niet belangrijk om geld te verdienen. Dat is juist je beleggingen of je investeringen die je doet met ander geld dat je hebt. Een andere bevinding uit dit onderzoek die de Rabobank deed is dat inkomen belangrijk is om te sparen. Ja, dat lijkt me een heel erg logische. Hoe hoger je inkomen is, hoe makkelijker het is om te sparen. Dat klopt meestal wel, omdat vaak vaste lasten redelijk stabiel zijn, zou ik zeggen. Als je nou een huis hebt, als je een groter huis hebt, heb je meer hypotheek. Maar wil niet altijd zeggen dat je elektra of je gas, water, licht, je gemeentelijke lasten, zeg maar, dat die allemaal even hard stijgen met je inkomen. En daarom is het gewoon voor mensen met een laag inkomen natuurlijk moeilijker om geld over te houden dan voor mensen met een hoog inkomen. Dat is natuurlijk heel erg logisch. En het tweede punt wat genoemd werd, was dat mensen die hoger opgeleid zijn, misschien ten eerste een hoger inkomen hebben, maar daarnaast ook meer financieel geletterd zijn eigenlijk. Dus ze hebben meer gevoel of meer ervaring met, of inzicht misschien ook wel, in zijn financiële situatie en wat ze moeten doen. Nou vind ik dat, alhoewel het wel redelijk klopt, heb ik zelf een financiële opleiding gedaan, bedrijfseconomie. En ik vind juist, ook al is het een hbo-opleiding en gaat het over economie, dat je er voor persoonlijke dingen heel erg weinig van leert. Alles wat er binnen die studie behandeld wordt, zoals de naam al doet, is bedrijfseconomie, gericht voor het bedrijf en dus echt niet op je persoonlijke financiën. Dus ook al klopt het wel een beetje dat mensen al met financiën bezig zijn, is het zeker niet op hun eigen situatie. En denk ik ook niet dat mensen daar per se beter zullen zijn of daardoor beter mee omgaan. Misschien zijn ze daardoor wel meer met financiën bezig en zoeken ze
door middel van video's zoals deze of op internet gewoon informatie op over de situatie en hoe ze zijn eigen situatie kunnen verbeteren. Maar dat wil niet zeggen als mensen hoger opgeleid zijn dat ze dan ook beter dingen weten, zou ik zeggen. Een ander opvallend ding bij het inkomen is dat wanneer mensen een modaal of iets boven modaal inkomen hebben, dat betekent tussen de 2.000 en 3.000 euro netto per huishouden per maand, dat zelfs die mensen in 47% van de gevallen geen 3.000 euro spaargeld hebben. Dit zijn dus misschien wel de mensen die bij jou in de straat wonen, vrienden of familie van jou, die gewoon allebei een baan hebben, een goed inkomen hebben en op een of andere manier toch ervoor kunnen zorgen dat ze te weinig spaargeld hebben eigenlijk, of in ieder geval minder dan 3.000 euro. Wat ik dan denk is, hoe kan dat? Je hebt iedere maand voldoende geld dat binnenkomt. Dan wil dit zeggen gewoon dat je, zoals eerder al gezegd, te veel lasten hebt, oftewel boven je standaard leeft. Het zijn waarschijnlijk die mensen die wel gewoon op vakantie gaan ieder jaar. Wel de mensen die zijn die wel weer een nieuwe iPhone kopen of een nieuwe auto kopen wanneer er 3 jaar of 4 jaar voorbij zijn. En dat zie je dan natuurlijk allemaal terug op Facebook of Instagram. Dan laten ze weer zien hoe geweldig het is op vakantie. Van kijk mij eens in de zon liggen. Kijk mijn nieuwe auto. Kijk dit. Terwijl je eigenlijk, wat je dus niet ziet, dat ze eigenlijk weinig spaargeld hebben. Geld dat ze hebben maken ze dan ook meteen op. Ze vinden altijd wel een uitgave, of misschien nog wel erger, een vaste uitgave, vaste last. Zoals misschien een iPhone op afbetaling. Of een auto die ze gaan leasen, waardoor dat maandelijkse bedrag van 300, 400 euro elke maand terugkomt. En juist dan kom je dus ooit in een situatie dat wanneer je inkomen eventjes terugvalt, je direct in de problemen zit. Want dat kunnen ze dan weer niet opvangen, omdat ze juist zo weinig spaargeld hebben. Omdat ze in de periode dat het goed gaat, met 2 inkomens, ze makkelijk geld hadden kunnen sparen, maar dat ze het gewoon veel liever uitgeven. En dan komt het altijd weer terug op mensen die rijk lijken, zijn vaak niet de mensen die rijk zijn. Mensen die rijk zijn, zijn vaak mensen die dan weer juist niet rijk lijken. Gewoon simpel, niet te veel geld uitgeven aan kleding, een oudere auto blijven rijden. Dat soort dingen allemaal, die weten wat de echte waarde van geld is en die ook kijken naar de toekomst. En dat blijkt eigenlijk wel in dit dingen, omdat echt zoals gezegd de mensen die modaal verdienen, als daar de helft ervan nog niet eens geld of meer dan 3000 euro kan sparen, dan ja, leven ze eigenlijk een leven wat ze niet kunnen leven. Kijken we dan naar het vermogen van deze mensen binnen dit onderzoek. Wat dan vooral opvalt is dat het vermogen van de Nederlanders over het algemeen illiquide is. Dat wil zeggen dat het juist niet liquide is. En liquide is dat het dat je makkelijk contant geld of zo van kunt maken. Dat wil dus zeggen dat ze weinig spaargeld hebben, weinig contant geld of weinig beleggingen. En juist veel geld hebben zitten in hun pensioenen of in het huis waarin ze wonen. Nou, als je je geld of je vermogen dus in hebt zitten in je pensioen of in je huis, dan zit het eigenlijk vast. Pas op het moment dat je je huis gaat verkopen, komt het geld vrij. Pensioen is al een heel ander verhaal, omdat dat vaak al niet eens verkocht kan worden. Tenzij je het buiten je werkgever opbouwt. Maar in allebei deze gevallen, dus zowel je pensioen of in je huis, kost het je ook nog geld om het geld zeg maar liquide te maken. Zoals gezegd, wanneer je pensioenopbouw doet en je haalt het eerder eruit, dan betaal je vaak een boete omdat je van tevoren nog geen belasting hebt betaald. Maar dat doe je op het moment dat je eruit haalt. En met een huis maak je ook altijd kosten op het moment dat je het gaat verkopen. Hoewel deze dingen op de lange termijn gericht zijn, wat altijd is goed is wat ik zeg. Richt je niet op de komende jaren, maar denk 10, 20 jaar vooruit. Is het misschien in deze gevallen wel meer te erg op de lange termijn gericht. Omdat het echt pas kunt gaan profiteren van je vermogen op het moment dat je met pensioen gaat. Dan krijg je dus pensioen uitbetaald en dan heb je dus een huis wat wel afbetaald is. En je, hoewel dat dan waarde heeft, heb je het niet contant, dus je kunt het niet uit gaan geven. Dat is dan weer een beetje het risico hiervan, dus misschien is het wel te veel gericht op de te lange termijn. En nog een nadeel hiervan is wanneer je geld op die manier vastzit, dat je niet kunt profiteren van economische kansen die je krijgt. Stel je hebt nou 10.000 euro op je spaarrekening staan of misschien nog wel meer. En nou zit de beurs op een heel erg hoog punt en misschien volgend jaar zakt die wel in. Alle aandelen zakken met 30, 40% in, ik noem maar iets. Ook de huizenprijs zakt weer in of weet ik allemaal wat. Op het moment dat je dan geld achter de hand hebt, kun je juist goedkoop eigenlijk instappen in aandelen. Want was een Apple aandeel op dit moment 200 euro waard en zakte 30% in, dan is het op dat moment nog maar 140 euro waard. En heb je eigenlijk hetzelfde aandeel voor 140 euro, ik noem maar iets. En dan kun je dus echt wel profiteren van zo'n economische kans. En wanneer je geld vastzit in je pensioen of in je huis, heb je op zich het vermogen wel. Maar je kunt dat vermogen niet gebruiken om van deze kansen te profiteren. En ook dat is dus echt wel een reden om spaargeld aan te houden. Om dan een advies te geven of een conclusie na dit onderzoek.
tenminste mijn conclusie of mijn advies, zo moet ik het zeggen, is eigenlijk denk aan jezelf. We hebben het een paar keer gezien in dit onderzoek dat misschien mensen zijn eigen te veel gaan vergelijken met anderen. Ook al hebben ze een heel erg goed inkomen, ze hebben geen spaargeld omdat ze misschien juist wel een nieuwe iPhone willen kopen omdat de buurman het heeft. Op vakantie willen gaan zodat de rest het kan zien. En dit vooral ook op Facebook en zo willen delen of Instagram. En wat jij dan ziet op deze Facebook of Instagram pagina van iemand zijn eigenlijk de beste momenten van iemand. Het is geen representatief beeld. Zo is iemand niet altijd. Hun willen natuurlijk hun gelukkige of beste momenten met jou delen. Maar de slechte momenten of hoe het financieel gaat, dat zul je nooit te horen krijgen. Maak offers voor de toekomst. Dus zet gewoon geld apart op dit moment om te sparen of om te beleggen. Zodat je in de toekomst een betere toekomst hebt. Ook al is het misschien nou heel erg interessant om je geld op dit moment uit te geven, omdat je toch niet weet wat de toekomst gaat brengen, moet je in ieder geval een gedeelte, ik zou zeggen 10% van je inkomen, gebruiken om te sparen en later ook te beleggen. Zo kun je in ieder geval zorgen dat je over 10 of 20 jaar in ieder geval uit deze situatie ontsnapt waarin je te weinig geld hebt en je dus gewoon vermogen op gaat bouwen voor de toekomst. En dat dat vermogen in de vorm van beleggingen in ieder geval wel liquide is en niet dus vastzit in je huis of in je pensioen. En wanneer je deze twee dingen dan toepast, dan zul je zien dat je juist op later moment, misschien over 10, 15 jaar, anders kunt leven dan die mensen op dit moment. Op dit moment wil iedereen hetzelfde leven en allemaal laten zien hoe goed het gaat. Als jij dan een stapje terugneemt en misschien 100 of 200 euro in de maand spaart en belegt, dan zorgt het ervoor dat je over 15 jaar bijvoorbeeld al meer geld te besteden hebt dan die andere mensen en je dan op die manier ook echt mee kunt doen met hun. Dan kun je een nieuwe auto kopen of je kunt een nieuwe iPhone kopen, maar je hebt dan ook echt het geld achter de hand om het te doen, terwijl die mensen juist alles eraan doen om zo te lijken dat ze het kunnen maken. Heb jij echt het vermogen om het ook echt te kunnen doen en ben jij dus degene die wel rijk is? En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik je mee kan geven. Dus denk aan jezelf. Baseer je focus je op de toekomst, maak daar nou offers voor en dan kun je over misschien al 10 jaar, anders 20 jaar of zo, echt een ander leven leiden dan die anderen. Vond je het een leuke video, geef dan even een duimpje omhoog, of vond je het minder, geef dan even een duimpje omlaag. Laat ik even een reactie achter onder deze video. Ik ben altijd benieuwd naar jullie gedachtes of als jullie vragen hebben. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar wil je wel meer video's zien zoals deze, zorg dan even dat je je eigen abonneert. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.